Goedemiddag, ik ben Taco en ik heb een nieuwe driver. Ik wil het even met jullie delen, even kijken wat ik ervan vind, wat jullie ervan vinden, om even te laten weten dat ik een nieuwe driver heb. Dit is hem, de Nike Covered VRS Tour, 8,5 graden. Zeg ik dat goed? Nou, dat kun je zelf ook nog instellen, dat is nog het grappige. Maar ja, ik speel normaal gesproken met 8,5. Het is een rode, het is weer eens wat anders. Je ziet heel veel witte, zwarte, beetje grijzige drivers. En nu een rode van Nike. Met de swoosh aan beide kanten. Er staat op High Speed Cavity Back Technology. Nou, dat zegt me wat. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk of die swoosh die hier staat, of dat niet gaat irriteren eigenlijk. Je zou verwachten als je je backswing neemt of je takeaway, dat je, ja, misschien onbewust zie je iets wit weggaan. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Hoeft natuurlijk niet voor iedereen het geval te zijn. Covered staat hier bovenop. Is eigenlijk het midden van de club waar je bal wilt raken. Of waar je bal wilt adresseren. Dus dat is wel slim over nagedacht. Het sweet spot. Hier. Groef in het rood en in het wit. Maar daar wil je hem toch niet raken, dus dat is prima. En het grappige is dat deze driver hol is van binnen. Aan de achterkant. Hol. Ik dacht toen ik de doos openmaakte van, er is een stukje kwijt. Ligt hij nog in die doos? Nee, lag hij niet in. Dus het is gewoon, ja, ze hadden gewoon een stukje niet nodig. Grappig. Er zit een schroef in. Ik weet niet waar die schroef voor is. Zover ben ik nog niet. Er zitten er eigenlijk twee in. Maar goed, eentje voor... omdat je die... je kan hier andere shafts in stoppen. Steken. Zoals je hier ziet. Dat is helemaal de... Ja, dat is de mode tegenwoordig van nieuwe drivers. Vind ik wel jammer. Maar goed. Het zal wel zijn reden hebben. Hier zit een speeder 757 in. Met... Een stiff flex. Ik heb deze driver eigenlijk, of deze shaft eigenlijk altijd in bijna al mijn drivers. Een V55 grip zit erop. Met een duim voor mijn linkerhand. Dat vind ik altijd wel lekker. En omdat dus dat je er andere shafts in kan stoppen, heb ik er ook een andere shaft bij gekregen. Een andere Fujikura. Dus eigenlijk hetzelfde merk van mijn andere drive of van die andere shaft. Alleen een ander model. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het verschil met deze shaft is en die andere. Dat is natuurlijk wel het positieve ervan. Je kan de shafts eruit klikken. Dus je kan ook meerdere shafts erin stoppen. En op die manier kost het de fabriek eigenlijk niet zoveel geld. De merken niet zoveel geld. Omdat ze niet elke keer een andere shaft hoeft. Of niet elke keer een andere shaft of een stok hoeft te maken. Een headcover erbij, uiteraard. Gewoon van elastiek. Niet met magneetjes erin. Dus dat is prima. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd eigenlijk. Of door dat hollen ook een heel ander geluid heb op de bal. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nou, eigenlijk vind ik het wel gewoon een hele mooie stok. Mooie kop heeft hij. Niet zo'n hele grote kop, zoals je ziet. Het is gewoon een nette kleine kop is het. Beetje een oldschool modelletje. Dus ik ben eigenlijk ik ben heel erg benieuwd hoe deze driver zou werken. Rood. Het is weer eens wat anders. Maar na het zwarte, witte en grijze drivers is het nu natuurlijk de beurt aan de gekleurde stokken. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik denk dat het wel wat wordt. Tot volgende keer.